Hi, ik ben Mingvan. Ik ga vandaag kroepia maken. En dat is loempia die gevuld is met nasi. Wat we nodig hebben is een loempia velletje. Die moet je zelf maken. En als je wil weten hoe die velletje gemaakt moet worden, moet je naar mijn andere video gaan kijken van loempia. Ja. Daar wordt heel goed uitgebreid verteld wat de ingrediënten is, hoe je die moet maken. Daarnaast heb je natuurlijk nasi nodig. En voor de nasi hebben we rijst nodig, oude rijst. Die heb ik al bewerkt met eieren in. En die is nu heel erg los. Kijk. En daarnaast heb je natuurlijk een prei nodig. Dat is pancamvlees met, die al gemengd is met ham. En om de maaltijd compleet te maken heb ik natuurlijk ook een kipsaté. Met saté heb je natuurlijk satésaus nodig. Heb ik hier dus satésaus. Die ga ik dadelijk ook afmaken. En om echt compleet, feest helemaal compleet te maken heb ik natuurlijk een beetje atja daarbij. Nou, we beginnen eerst om de nasi helemaal af te maken. Er wordt heel veel vragen gesteld over mijn wok. Eigenlijk is mijn wok net zoals de wok die jullie thuis hebben, moet je steeds gewoon nieuwe gaan halen. Zeker als ik nou kook, ik kook heel vaak met de wok, dus eigenlijk heb ik elke maand een andere wok. Het is wel een dure investering, maar dan krijg je lekker eten. Nou, dit is weer een andere wok dan die van vorige keer, denk ik. Nou, wok is nu aan het opwarmen. Ik doe een klein beetje olie erin. Echt een heel klein beetje, want in de nasi, daar zit al wat olie erin. En dan doe ik die olie even goed invrijven in de wok. Nu gaat de rijst in. Rijst is koud en vlees is ook koud, dus ik doe die vlees ook al gelijk erin. En dus nu is het eigenlijk een kwestie van roerbakken. Maar als je nou bijvoorbeeld geen varkensvlees eet, dan kun je natuurlijk zelf kipfilet erin stoppen. Of iets seafood zoals garnalen, vis. Dus eigenlijk, jij bent natuurlijk zelf de kok. Je mag alles in doen wat je wil. Maar het belangrijkste is dat rijst in zit. Anders wordt er geen nasi meer. Maar als je natuurlijk de originele smaak van de Chinese keuken wilde hebben. Van de klassieke Chinese keuken. In Nederland. In Nederland. Dit is wel heel belangrijk in Nederland, hè. Dan moet je gewoon eigenlijk wel pancamvlees en ham erin doen. Je hebt mensen in België die heel anders nasi kookt. Kijk, heel veel mensen gooien ook wel dopetjes in. Het is niet alleen lekker en gezond, maar ook wel mooi qua kleur. Ja, maar dan is het ook wel een stap verder, hè? Een stap luxe zou ik zeggen. Even voelen. Ja, rijst is al lekker warm aan te worden. Dan doe ik alvast prei erin. Want die prei die is nogal dik, dus het duurt wel even voordat ook garen gewokt worden. Wat ik nu doe is voor een beetje extra smaak in de rijst doe ik een beetje vijf kruiden poeder erin. Net iets meer smaak. Ik hou van gerecht met een beetje kleurtjes. Dus doe ik gewoon de nasi heel klein beetje donkere sojasaus in. Echt heel klein beetje. Moet niet te veel, want die wordt heel gauw heel te veel. Ik doe dat ook echt een paar druppels. Eigenlijk is dit wel een beetje weer te zuinig. Oh. Ik ben bang dat ik te veel... Oeh, chips. Het wordt nu een beetje veel. Kijk. De rest weggooien. De rest weggooien. Want anders wordt een Surinaams rijst. Dat wil ik ook nog weer niet. Dus iets meer dan één druppel. De rijst is al goed warm. Dus doe een klein beetje water erin. Gewoon van kraanwater. Hierdoor wordt die rijst net Dan behoudt die eigenlijk warmte en de rijst langer. En aan het eind natuurlijk een beetje rijstwijn. En sesamolie. Nou, ik ben eigenlijk klaar. Ik moet een plaksel maken voor de loempia. En dat doe ik met een kom met een beetje water. Dit is veel te dik. Water. Even kijken of het goed is. Dan, Maar het is heel makkelijk. Als het te dun is, dan doe je een beetje bloem extra erbij. En als het te dik is, nog water erbij. Okay. Ik heb deze keer een grotere pan gebruikt. En die velletjes is dan gelijk veel groter. Je hebt twee kanten. Eén kant is gewoon glad en één kant niet glad. Dan ga je de niet glad kant hier neerzetten. Dus eigenlijk een envelopje. Zo, eentje klaar. Ik heb hier frituur aan staan en die is al op temperatuur. Dan doe ik gewoon heel rustig. Leg ik me in de olie neer. Hoef niet ingooien, want de olie is heet, dus spet het enorm. Dus heel rustig. Kijk. Ja, die plakt goed, dus hoef ik helemaal niks voor te doen. Nou, nu even zo, ik denk 2 minuutjes zo laten bakken. En dan omdraaien en dan weer ongeveer 2 minuten laten draaien. Dan heb je heel mooi kroepia. Loempia met nasi. Nou, nu ga ik een saté en satésaus maken. Eerst de satésaus erin. Dat is voorgemaakt satépasta. Een beetje ongeveer evenveel als satépasta de water erin. Maar voor de zekerheid toch maar iets minder eerst. Want elke keer is de pasta misschien nog net iets anders. Nou, ga ik nu de loempia kijken. Kijk. Oeh. Ziet er heel mooi uit. Even laten omdraaien. Ik roer mijn saus met stokjes. De dikte van de satésaus is al goed, dus doe ik nu gewoon de vuur uit. Yes. Oh, ik heb de saté even net gefrituurd samen met loempia's. En die is nu mooi kleur gekregen en ook warm al binnen. Maar je kan ze natuurlijk ook stomen. Of gewoon vers maken en dan grillen en dan direct op bord doen. Kijk, zoals jullie weten, nasi is net gemaakt. En dus de binnenkant hoeft niet warm te zijn. Dus als de buitenkant, de loempia kleur, mooi is, dan kun je al uithalen. En ik heb hier zo'n netje, dat is heel handig. Hoef ik helemaal niks verder te doen. Ja, ja, die laat ik staan. Ik ga eentje maken, netjes maken. Ik denk dat jullie ook benieuwd zijn hoe de loempia nu van binnen uitziet, toch? Ik ga ze nou even opensnijden. Zo ziet die uit nu. Mooi hè? Maar ik ben nog niet klaar. Ik ga die nog mooi maken. Atja. Een stokje saté. Klaar. Zo. Maaltijd kroepia met saté en atja. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, nog steeds een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaffen van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.